het wel goed met je, Beppe? Oh, ik zie zulke rare dingen. Dat had Chantal er niet bij verteld. Bij wat? Nou, ja, dat ik vergeetachtig zou worden, dat begrijp ik wel. Hey, ik kan nooit mijn sleutels vinden. Ja, dat heb ik ook. Maar nou zie ik dingen. Die zijn echt heel raar. Je drinkt toch niet, hè? Ja, melk. Zit daar ook iets in dan? Ja, je hoort de raarste dingen tegenwoordig. Jij moet gewoon een beetje uitrusten, dan komt het vanzelf goed. Ik moet naar het paviljoen. Brood op de plank. Maar eventjes in de buurt, hè? Kleine dame! Jij bent de Nikola Tesla van Lente. Wie is dat ook alweer? Dat is een uitvinder. Oh. Ja, dat wij wisselstroom hebben is aan hem te danken. Omdat hij dacht dat de hele wereld zou kunnen draaien op bliksemstralen. Oh, ja, die. Precies. Nee. Dus, is Beppe ook thuis? Ja, Beppe die is binnen, maar ze is niet een goede doen. Oh, nou dan kom ik als geroepen. Ik moet jouw begeleider wel melden dat je hier bent. Nee, dat hoeft niet. Kijk, als je even belt met het coördinatiecentrum, moet je vooral even deze gegevens vermelden. Dit is mijn persoonlijke nummer. Je moet ook even aangeven dat je me vrijwillig hebt. Nou ja, opgenomen. Zo, goed voorbereid. Je leert het allemaal snel genoeg. Ik ga van de ene instelling naar het andere pleeggezin. Zo? Ik weet wat u denkt. Ik denk helemaal niks. Ik maak steeds problemen. Sorry dat ik de kamer niet kon betalen en ik had het moeten zeggen, maar... Maar heel vaak is die situatie... Kijk, nu bijvoorbeeld, hè. Wat er met Nando gebeurt. Iemand had het voor hem op moeten nemen. Maar er is niemand. Als er morgen iets met mij gebeurt, dan kan ik ook doodvallen. Kijk, ik denk dat iedereen de allerbeste bedoeling heeft. Maar is dat genoeg? Ik blijf niet langer. Ik ga weer als er een oplossing is gevonden. Dat coördinatiepunt kom je zo snel met een nieuw adres. Je hebt gelijk. Sorry? Goede bedoelingen. Is dat genoeg? Kom, ik smeer een lekker boterhammetje voor je. Ik begrijp het ook wel. Wie ben ik nou helemaal, hè? Boerenkinkel. Ze kan nog veel beter krijgen. Ja, jij snapt mij wel. Jij zal ook nooit een vrouw krijgen. Mag ik je even vastpakken? Nou allemaal opgeschreven of moet nee, ik nog... Nee. Maar weet je het heel zeker? Ik heb die kauwgom niet in mijn mond gestopt, als je dat bedoelt. Ja. Doe mij een lol. De volgende keer weer gewoon bloed. Weet je wel, het gewone werk, vingerafdrukken, DNA, maakt niet uit. Maar geen kauwgom. En ook geen koeienvlaai meer, ja? Zeg, dan heb ik misschien nog even iets voor... Wat voor Jan hierna komt. Ja, ze schijnen wel de hele tijd bij het politiebureau te zijn. Dus ze hebben ermee te maken. Jij bent echt verliefd, hè? Oh ja. Hij is de leukste die er is. En hij kan heel goed zoenen. Oh, lekker. Mm. Oh, Chantal, je hebt maar één hart. Mm. Geef het aan degene van wie het allermeest houdt. Ja, maar dat doe ik. Mm. Zag je nou de chameleon? Nee joh. Met veel meer, Harry. Ja, diesel, hè. Ah, en? Geregeld? Ja, is geregeld, man. Goed, mooi zo. Zeg, die laatste lading die komt vanavond om 7 uur. Dan ben ik nog precies op tijd voor mijn glansrol. En? Boter bij de vis? Net in de poeg gelijk mee? Ja. Hoofdprijs. Cash. Hm. Hey, Jochem. Hallo. Vandaag is de laatste doorloop. Je bent er wel bij, toch? Nou, probeer me daar maar eens van weg te houden. Nou, fantastisch. En anders ook wel even met de zoenen, Chantal.
Chantel. Oh, ik heb trouwens flyers bij me voor het geval dat jullie mensen willen uitnodigen. Dan zie ik jullie straks. Zeker. Pas op, hè? Een midzomer nachtdroom die rook opgaat. Er zaten kruiden in die kauwgom. Kruiden? Kruiden, ja, gek hè. Cayennepeper, koriander en knoflook. Lijkt me heel onsmakelijk. Nou, een lekkere taco of tortilla kan het best smakelijk zijn hoor. Maar weet je waar die vandaan komen? Zat me al niet lekker hoor. Oh nee? Nee, die beesten die moeten al dood geweest zijn voordat ze die steekwonden opliepen. Aha. Vertel eens. Nou, nogal logisch. Wat klopt er niet als je dood bent? Boek, 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 boek. Je hart. Dat zorgt er ook voor dat als je daarna geprikt wordt, dat je dus niet kan bloeden. Ah, juist, ja. Kopie, kopie. Zeg, Sjaak, we hebben zo gauw mogelijk een bloedmonster nodig om naar het lab te sturen. Lukt jou dat? Zwart, wie is hier nou de patholoog aan het oom van het dorp? Ik moet het wel snel doen, want ik moet daarna nog naar die repetitie voor... Ja. Lus jij misschien een lekker stukje bloedworst? Burgemeester? Hallo, burgemeester. Stoor ik? Nee, in het geheel niet. Hoe zal ik het zeggen? Ik heb een idee. Of eigenlijk is het meer een voorstel. Misschien kunnen we er even over praten. Jij bent. Nee, jij bent. Nee, jij bent. Jij bent. Jij bent. Ik ben klaar. Je moet je monoloog toch doen! Hoe kan ik u vergelijken met een zomerdag? Hè? Hoe zal ik u vergelijken met een zomerdag? Hoe zal ik jou vergelijken? Vooruit, schiet op, jullie moeten ook. Kom, hop, 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 hop. Doen. Ja, kom. Hij ziet er leuk uit in zijn tutu, maar tekst onthouden, homa.